Heb jij wel eens in de gevangenis gezeten, Floris? Nee. Oprecht niet. Het kan aarzelend uit. Dat kan me aarzelend uit, omdat ik wel een dag in de cel heb gezeten. New York, zoals gezegd. Kijk. Daar hebben we op een van de allerbeste plekken, aan Central Park, hebben we een penthouse te koop. Het bescheiden bedrag is eigenlijk een dikke knipoog van $250 miljoen. En in Brabant, in Uden, daar staat een echte James Bond villa. Een mooi huis van Marco Borsato. Aflevering 3 alweer. Wat hebben we vandaag allemaal, Floris? Want nou, wat is er de vorige keren allemaal gebeurd? Ja, nou, we hebben natuurlijk ten eerste als test op de zondag vorige week de eerste aflevering gedaan. Ja? En bij succes zouden we dat op de woensdag gaan voortzetten. Daar moeten we nog even aan wennen, dat u naast de zondag ook op woensdag een filmpje krijgt. Maar 4 uur iedere woensdag. Maar dat is wel leuk. Ja, ik denk dat we het gewoon moeten doen. En als het je niet uitkomt, dan kan je er ook gewoon een paar uurtjes later kijken. Maar heel even kort, heb jij nog iets gedaan dat weekend? Ja, was leuk. Afgelopen zaterdag was ik een avondje alleen thuis. Want Margot was naar Amstel live, weet je wel. Ja, in vreselijk. En zondag was natuurlijk Feyenoord-Ajax. De klassieker. Feyenoord zal winnen, maar het tegendeel gebeurde. Dat nou ja, we hebben 2 keer gescoord. Ja, 1 keer in eigen doel. Dus ja, zo is het. Maar goed, hoe dan ook, we hebben 2 keer gescoord. Kijk, dan moet je toch beter naar Ajax kijken, hoe het wel werkt. Ik denk dat je even naar het rijtje moet kijken, gewoon de stand. En dat zegt alles. Maar desalniettemin, jongens, laten we duidelijk hebben, want voetbal ligt altijd gevoelig. Er is geen Feyenoord zonder Ajax en er is geen Ajax zonder Feyenoord. Ik zit die uitzending voor jullie te kijken en ik denk, die Martin doet zijn best. Maar ik begreep dat het niet echt een fantastisch kopje koffie is. Nou, Ries Schijven op het krukje zitten. En Kopi Luwak. Ben je daarna ook aan de scheiderij gegaan? Nee, natuurlijk niet. Het is juist een het streelt je smaakpapillen. Nou, weet je wat er nou gebeurt? Zo'n civetkat die eet graag die bessen. Want koffie is eigenlijk een bes, hè? Een rode bes. En hij eet die bes voor dat vruchtvlees om zichzelf te voeden. En eigenlijk de pit van die bes, van die koffiebes, dat is eigenlijk een koffieboon. Okay. En die wordt niet verteerd in het spijsverteringskanaal. Dus die koffieboon die gaat door het spijsverteringskanaal van die civetkat. Dat moet je overal vandaan. Dat koop je niet bij Albert Heijn. Hè? Dat koop je alleen toch bij Rich Exclusive Coffee. Ja, wij hebben een eigen exclusieve plantage op Bali. Wij importeren dit en wij exporteren dit over de hele wereld. Wij zijn the original, zeggen we daarom ook. Ja. Wij branden dit exclusief in Nederland. Ja, bijna €1000 per kilo. Dus kortom, even aan mijn kantoorgenoten van Christie's International Real Estate. We voeren deze koffie niet in op de zaak. Maar misschien voor sommige goede cliënten. En nou, ik wou zeggen, wij pure luxe voeren we wel in. Waarom? We houden wel een beetje luxe. We gaan niet altijd maar winacties doen, maar dit is wel leuk. Misschien dat we één zakje... Hè, nou, kijk, ik mag van mij. Zeker, ook. Zeker. Dat lijkt me nou ontzettend leuk, jongens. Noem eens een vraag, stel eens een mooie vraag. Bestie die kat at? Ja. Hoe heet die? Ja. Dus wat niet verteerd wordt in het darmkanaal van de kat, dat laten jullie achter in de commands natuurlijk, op Foondafun, hè, de prachtige naam. En dan gaan we daar een kijker uitpikken. En die krijgt een fantastisch zakje te waarde van €94. Opgestuurd door Ome Richard. We hebben vorige uitzending ook onder meer een van de duurste huizen van Nederland laten zien. Eigenlijk het duurste huis. Hè. Het was een woning van €18 miljoen in Bos en Duin. Maar nu hebben we iets wat bijna net zo bijzonder is. Namelijk €12 miljoen. Oh, ik heb een computer genomen, want ik kan niet overweg met die iPads. Dat lukt me gewoon niet. Briljant. Hertelaan nummer 15. Uniek huis. Hoe gaaf is het dat je een huis hebt met je eigen golfbaan? Hè? De makelaar die prijst dat ook heel goed aan. Hè? There's no place like home. Villa Klaverduin noemen ze het ook. Het is 100 jaar oud. Het pand, gebouwd door een beroemde architect, Lensveld. En een monument uiteraard, hè, dat zie je vaker natuurlijk met huizen van die. Ja. Maar hoe gaaf is dat met name met je eigen golfkoers? Nogmaals, ik golf niet, ik heb er geen tijd voor. Alleen stel je nou voor dat je daar zo, wap, je swing in je eigen tuin. Ja, nee, ik heb het gezien. Maar hoeveel courses zijn er eigenlijk? Hoeveel holes? Nou, dat is niet overdreven veel. Want wellicht volgens mij. 9. Ja, dat absoluut. Is serieus veel. Ja. En wat eigenlijk jammer is, er staan relatief weinig foto's online. Want er zit een aparte garage naast. En er zit een onderverdieping onder. Ik ben daar wel eens geweest. En er is een hele soort jaren 50 rock'n'roll ruimte. Ja. Met een jukebox en alles en een bar. Toevallig pik je nu een huis uit. Dat is echt toevallig wat we gefilmd hebben. Ja. Dus op YouTube kan je het filmen, loop ik de trap naar beneden en dan zit ik in die bar. Een van de zeer weinige woningen van Nederland met zijn eigen golf. En ook in de absolute hogere prijsklasse. De 12 miljoen is nog steeds serieus geld. Hè? Ja. Je kan het natuurlijk naast dat hele mooie klassiek monumentale pand met die eigen golfbaan in Wassenaar. Ik hou altijd als er een nieuwe film uitkomt van James Bond bijvoorbeeld. En in Brabant, in Uden, daar staat een echte James Bond villa.
kijk, ik zie hem ook hier, 7,5 miljoen euro. Zo is dat. Maar hoe gaaf is dit? Kijk nou eens een keer naar binnen. Je ziet die foto's. Misschien dat Mart dat op de achtergrond kan projecteren. Ja, dat gaat hem zeker lukken. Zowel een binnenzwembad als een buitenzwembad. Oh. Ja, een bioscoop. Hè? We hadden in een van de vorige uitzendingen die villa in Bos en Duin met een soort bioscoop die op een Tuschinski theater leek. Ja. Nou, deze is ook niet heel vervelend, moet ik zeggen. Ietsje kleiner. Ietsje kleiner, maar desalniettemin nog groter dan bij mij thuis. Ja. En er zat een Oscar achterin. Hè? Dus, zo is het maar net. Die krijg je er misschien wel bij als je het koopt. Ja, mooi huis. Desalniettemin, heel modern, hè? Heel modern, klopt. Zo heb je dus verschillende smaken. De een houdt van klassiek monumentaal, de ander van modern. We gaan maar naar wat bizar, zie ik alweer. Ja. Absoluut. Heel bijzonder. Die mevrouw die figureert dus zelf in die foto's. Je ziet er zitten. En er zit een heel bijzonder verhaal achter. Want een prachtige mevrouw, maar ze is kaal. En waarom zou je zeggen, waarom ga je dat dan zo nadrukkelijk op funda zetten? Deze mevrouw, los van het feit dat ze graag haar huis wil verkopen, die vraagt aandacht. En ik wil dat toch eventjes benadrukken. Dat is heel ideaal van haar. Voor een haarziekte, die heeft ze zelf ook. Alopecia, volgens mij spreek je het zo uit. En dat wil dus zeggen dat je haar uitvalt. Is natuurlijk niet leuk. Zij vraagt daar nadrukkelijk aandacht voor. Zowel voor de maatschappelijke acceptatie daarvan. Als natuurlijk dat daar meer geld voor beschikbaar wordt. Om van die heel vervelende ziekte af te komen. Nou, dat doet ze denk ik op een hele charmante manier. En ik vind het ook wel chapeau dat je jezelf zo, zo presenteert dan in je eigen huis. En jezelf dus kwetsbaar opstelt. Hè? Nogmaals, chapeau. Los eventjes van die bijzondere mevrouw en haar bijzondere doel. Vind ik het ook wel eigenlijk een donders mooi huis. Met name van binnen. Ja. Aan de buitenkant niet zo heel bijzonder. Ja. Maar het is heel mooi. Het staat aan de Polakstraat 32 in Badmen. Staat te koop. Even kijken, wat vragen ze ook alweer. 475.000 euro. Lijkt mij een. Dat is best nog een betaalbaar huisje. Zeker ook omdat het van binnen natuurlijk weergaloos mooi is. Waar ligt Badmen, weet jij het? Het is het. Je hebt Badmen en je hebt het dorp Badmen. En dit is dan het dorp Badmen. Zo heb ik er mooi omheen gepraat. Hè. Ja. Dus je hebt geen idee waar het ligt. Ik ben daar nooit geweest. Nee. Laten we het zo. Postcode 74. Dus mensen. Als u weet waar het ligt, laat dat even achter in de commands. Zo is het maar net. Feestjes. Dat is eigenlijk meer iets voor jou, hè, de volgende dan. Nou, want we gaan natuurlijk van deze serieuze noot met die mevrouw. Je plaatst lang niet alles op Instagram, maar je houdt ook van een feestje. Weet ik, alleen dan heb je de camera even weggedrukt. Hè? Zo is het ook gewoon. Het lijkt me verstandig. Ja. Feestjes, gelijk nummer 2. Dan heb ik natuurlijk. Naar Helmond. We gaan naar het zuiden. Ja. Hoe gaaf is dit? Let op. Oh, dit kijk. Is toch wel een feestzaal. Hè? Ja, dit is wel serieus. Maar eigenlijk, dit is misschien ook leuk als achtergrondfoto, maar dat ziet er een beetje fleurizant uit. Fleurizant. Ja, maar hoe geweldig is het? Scroll maar door. Ja. Het is echt next level. Het is niet een horecatent toevallig. Nee, ik ben niet in de war. In dit huis is het altijd feest. Het staat te koop aan de Slegerstraat 13 in Helmond. 699.000 euro. En het is vrijstaand, dus je kan lekker veel herrie maken, zeg maar. Maar dat is ook de bedoeling natuurlijk in het feestcafé. Dat denk ik wel. Ik denk dat ook hiervoor geldt als de muren konden praten. Ja, komt er iets bloot op je blootgelegd, hè, mensen. Zeker niet gek. En hier gaan mensen in Polonaise door dat huis heen. Ja. En hoe leuk is het dat met zo'n huis, je krijgt ook automatisch nieuwe vrienden bij, hè, want als je dat thuis kan doen. Het lijkt mij wel wat. Ik denk dat een woning is. Maar voor de juiste. Hoe heet ook alweer die jongen? Niet heel duur. Johan Flemings of zo? Ja, nou die. Ja, dat is een soort carnavalsman. Ja, maar die zou toch hier waanzinnig. Ja. Volgens mij woont hij nog mooier overigens dan dit. Hij heeft best wel wat geld, zag ik. Hij heeft best wel wat vastgoed ook. En heeft hij goed geregeld, onze Johan. Zegt, dit huis is nog niet eens 7 ton. Nee. Dus dan heb je de hele feestzaal erbij gelijk. Ja, dat is fantastisch. Dan hou je nog wat geld over voor bier en bitterballen toe. Want is dat een Brabant hark weer? Ik weet helemaal niks van topografie. Vandaag. Helmond is nog heel wat zuidelijk, hè? Is het zo? Ja, is het Maastricht? Volgens mij. Nee, niet Maastricht. Limburg, volgens mij. Oh, Limburg. Zeg ik dat goed, Mart? Want af en toe dan help je hem nog wel eens. Dan zit je met zo'n bord, weet je wel. Nee, het is Limburg. Maar ik ga het je vertellen. Even spieken natuurlijk. Het is Noord-Brabant. Kijk, excuus, dames en heren. Noord-Brabant zelfs, hè? Want jij zei, we gaan naar het zuiden. Nou, die zit bijna bij de Biesbos. Die hele provincie heet Noord-Brabant. Dus zo doen. Dit moet natuurlijk niet te veel reclame worden, anders wordt er iets in de dan willen we nog meer koffie. Precies, dat kan natuurlijk niet. Bekende Nederlanders, dat spreekt altijd aan. Ja, ja. We zouden kunnen kijken naar een mooi huis van Marco Borsato. Oké. Dan is hij ook weer eens even in het nieuws. Zij hebben hun voormalige pand in Hilversum te koop staan. Pakweg een 500.000 euro.
Ziet wel heel mooi natuurlijk. Het ziet er eigenlijk uit als een grote villa. En het is dus onderverdeeld in appartementen. Wie is dit trouwens? Ik vind hem heel... Het begint met een dame. Chic. Ja, ik ken haar niet persoonlijk, maar volgens mij is dat een voormalige relatie. Dat of is huidige. Iris. Correct. Ja. Ik weet niet, nogmaals, ik volg de roddelbladen niet. Dus nee, ik weet maar niet... nu komen we een beetje in het roddelcircuit opeens terecht. Maar het is wel apart dat dat met deze foto begint. Soms moet die gewoon eventjes komen, die koper. Ja. Misschien wel na deze huis. Hè? Je weet het maar nooit. Ja. En in dit geval geldt het niet, de meeste dromen zijn bedrog volgens mij. Het is gewoon realiteit. Zo is het maar net. Je zou bijna kunnen zeggen, hè? Vroeger die zou zeggen een eigen huis, een plek onder de zon. Die overigens ook een bijzonder mooie villa heeft. Kunnen we die nog online vinden of doen we het in de volgende aflevering? Ik denk die in de volgende aflevering, maar een heel serieus huis, wat ik zomaar 5 sterren zou geven, maximale score, in Blaricum. Misschien is het ook leuk om aan de kijkers te vragen. Hebben jullie nou een bekende Nederlander waarvan je zegt van nou, daar willen we wel eens naar binnen kijken? Of misschien hebben jullie iets gevonden ergens online met foto's die wij nog niet kennen en die een beetje bescheiden zijn? Zeker. En normaal vind ik wel dat dat als onderdeel van ons concept is, Floris, dat het huis ook te koop staat. Hè? Okay. Het moet eigenlijk min of meer op Funda staan of hebben gestaan recent, want dan is het A, dan hebben we geen inbreuk op de privacy van die bewuste bekende Nederlander. Ja. En B, iedereen kan het toch zien op Funda. Dat dacht je in Brielen. Daar staat een voormalige telefooncentrale. Hele grote telefooncentrales. Het ziet er aan de buitenkant ook een beetje streng uit. Hè? Een beetje... De Rik 7. Hè? De Rik 7 in Brielen. Hoe mooi is dat? Makelaar die heeft een beetje getwijfeld. Ga ik 999.000 euro vragen of 1 miljoen? En gelijk, boom, zo had ik het overigens zelf ook gedaan. Dus chapeau. Ja, een je bent niet euro. Van 999. Je hebt gewoon, het is gewoon wat het is. Nou, mensen denken dan dat het goedkoper is door die 1 euro. Ja, maar dat doe je als je koffie gaat kopen, om even een voorbeeld te noemen, bij Albert Heijn of Hagelslag. Alleen laten we niet vergeten, wij van het Christie's International Real Estate, ik moet het toch even noemen, we analyseren zoekgedrag. En op het moment dat jij in de markt bent voor een huis van om en nabij het miljoen, ja, dat is ook zo. Als jij zoekt op Funda tot 999.000 euro, dan krijg je logischerwijs alleen huis tot 999. Maar als je een huis te koop aanbiedt tot 1 miljoen, dan vind ik zowel de mensen die vanaf 1 miljoen zoeken, als tot 1 miljoen. Meten is weten en rekenen is belangrijk. Kan jij goed rekenen? Nou, reken er maar niet op. Ik kan, als je kan optellen, kan je vermenigvuldigen. Dat, dat lijkt me heel verstandig om het daarbij te houden. Maar hoe dan ook, de Rik 7 in Brielen. De Rik, een miljoen een mooie euro. Naam. Ja, en hoe gaaf is dat? De makelaar omschrijft het ook goed, vind ik. Wonen in een tijdmachine, want dit is de voormalige telefooncentrale van Brielen. En daar ging vroeger met die draden en zo nog erin. Ja, zo, absoluut. Die, mooie dames met zo'n doorgaans mooie dames met een koptelefoon op. En dan huppakee, ik verbind u door met Floris. Of een dat beetje à la deze microfoons eigenlijk. Hè? Nog een beetje terug naar de oudheid. More eigenlijk. Or less. Nee, maar ik denk dat ze nooit met jou door... Maar bij wijze van spreken met je opa zijn ze doorverbonden toen... Opa Dreesman is dat dan. Toen nog, opa Dreesman. Nou, hoe geweldig is het? Je ziet dus ook binnen hoge plafonds. Het is natuurlijk echt industrieel erfgoed, dat pand. En ik denk, sowieso is Brielen heel leuk. En we krijgen binnenkort nog een heel bijzonder pand te koop. Nog veel bijzonderder dan dit, ook in Brielen. House tour waardig? Moet je dat toch weer even vragen aan de eigenaar? Ik moet dat toch even vragen aan de eigenaar. Ja. Okay. Natuurlijk slechts te maken, daar is geen steen van mij bij. Hè? Nee. Maar desalniettemin... Het is wel een beetje de potpourri, vind ik, als ik in de zitkamer kijk. Het is best wel druk. Dat is de inrichting, maar die krijg je niet bij. Zo'n huis wordt leeg en ontruimd opgeleverd. Ik vind het overigens niet potpourri. Ik vind ook wel dat ze er wat leuks van hebben gemaakt. Ik zou het niet letterlijk zo doen, maar het gaat natuurlijk om het object. En dan hebben we 190 meter voor 1 miljoen. Ja. Ik vind dat toch best fors in Zeeland. Brielen is Zuid-Holland. Oh, meisje. We halen constant de provincies door elkaar. Ja. Heb jij wel eens in de gevangenis gezeten, Floris? Nee. Oprecht niet. Het kan aarzelend uit. Dat kan me aarzelend uit, omdat ik wel een dag in de cel heb gezeten. Dat had je waar werd je van beticht? Nee, dat kan ik echt niet zeggen. Okay. Want dan krijgen we weer alles achter me aan. Maar het was niet moord of zo. Dat niet. Nee, dat begrijpen we inderdaad. Nee. Fijn. Nou, hoe dan ook. Ik heb dat genoegen nog nooit gehad. En ik hoop dat het ook zo blijft. Zeker ook niet 1 nachtje door omstandigheden iets te hard gefeest? Absoluut niet. Absoluut niet. Maar je kan nu wonen in een voormalige gevangenis. En dat is heel gaaf. Dat is dus een penthouse in een voormalige gevangenis. En dat is in Rotterdam, de stad waar ik woon. En zat het in het lijstje ook? Ja, best natuurlijk. Kan het is nummer 4 in de laatste sectie. Oh, ja. Kijk, dat lukt allemaal wel. Via de e-mail gaat het allemaal veel makkelijker. Oh, die ziet er ook mooi uit. Toch gaaf, hè? En Vrouwen Justitia? Ja, Vrouwen Justitia, Hof 87D van Dirk in Rotterdam. Een waanzinnig penthouse.
Kost een miljoen. Deze makelaar durfde het niet aan, een miljoen euro rond. Die heeft er 999.500 van gemaakt. Dat is weer die discussie die we net hadden. Ja, dus jongens, dat kan beter. Neem het van mij aan. Ja. In een voormalige gevangenis. Ja, dat is wat, precies. Waar staat het in Rotterdam ongeveer? Links, rechts, boven, noord, In het noorden. Okay. Het heet in Rotterdam-Noord, het heet ook de Tuin van Noord. Ja. En het is echt iets heel bijzonders, want dat hele gevangeniscomplex, dat is dus een paar jaar geleden ontwikkeld tot appartementen en penthouses. En dit is... Ja, misschien wel het mooiste penthouse of een van de allermooiste uit dit bewuste project. Zit er nog iets leuks bij, dit appartementencomplex? Een zwembadje of een barretje of iets geks? Handboeien, die krijg je erbij. Handboeien krijg je erbij. Zodoende. Dus ja, en nogmaals, kijk nou toch eens, hoe gaaf is dit? Daarbij is dat Oude Noorden, dus eigenlijk een beetje... Amsterdam-Zuid, is het ook een beetje vergelijkbaar met Rotterdam-Noord? Ik zou het een beetje willen vergelijken met de Pijp in Amsterdam. Oké. Okay. Dus gewoon volksbuurt. Leuk, authentiek, hip, hipper, een beetje urban hotspot. Ja. Het is voor jou waarschijnlijk niet chic genoeg, maar... Kijk, maar in de Pijp is toch een beetje, daar beginnen de studenten en dan gaan de dertigers vaak door. Hè? Dat is een beetje nog de jongere afdeling. Maar daar, hier begin je gelijk met een miljoen. Dan moet je wel even als starterswoning, is dat niet helemaal natuurlijk... Nee, het ligt een beetje aan je afkomst. Alleen 7.500, je moet het wel in vierkante meter prijzen kijken. Dat is waar. 7.500 euro per vierkante meter. Toegegeven, het is niet gratis, maar lijkt mij heel, heel redelijk geprijsd. Uw kans om naar de gevangenis te gaan. Ja. Terwijl je wel de sleutel krijgt. Houd even in de gaten, er zijn altijd fanatieke fans van Funda Fun, ik word er nu alweer gek van. Laat het achter in de commands als hij verkocht is. Opeens, en wij vergeten dat, laat het even achter. Kijk, ik kreeg nog eigenlijk een ideetje. Les. Moeten wij niet gewoon een Funda Fun huis hebben? Gewoon een hoofdkantoor van Funda Fun, waar dus een keuken in zit van een bepaalde keukenbedrijf. Een hypotheek meneer langs gaan komen. Gewoon door blijven draaien. Een wijnkelder, ingericht door Frank Laurentius. Ik noem het maar op. We kunnen alle kanten op. Maar als het succes wordt, kunnen we eraan gaan denken. En we kunnen ook nog een starterswoning in Verwerda nemen van die vorige uitzending. Laten we eerst maar eens een paar centen gaan verdienen. Ja, dat gaan we eerst even doen. De Mailandjes zijn natuurlijk de droom voor elke makelaar. Zo vaak als die verhuizen, het is ongeëvenaard. Maar met het huis wat we vandaag gaan bespreken, daar gaan ze niet zelf wonen, maar dat wordt een pension. Wat ze hebben namelijk gekocht aan de Oude Zeeweg in Noordwijk. Ja. Pension Christina. Dat heeft op zich nog wel, hè, kijk naar de foto's, dat is hartstikke leuk. Het heeft op dit moment nog een klein beetje een Oostblokgehalte, vind ik. Is het ook in Noordwijk? Ja, het is in Noordwijk aan de Oude Zeeweg 44. Dat is gekocht door Martien en Erika. En wat die daar dus gaan doen, dat wordt op dit moment helemaal op zijn kop gezet. Dat hele Oostbloksfeertje gaat eruit, want verbouwen en zeker smaak, dat kan je zeker wel aan Martien overlaten. En hier gaan ze dus een pension van maken, dat gaan ze zelf runnen. Ik vermoed ook dat er een soort televisieformat aan vastzit. Is dat wel een beetje 4-3-4 sterren? Of is het hoog niveau, laag niveau? Pensions worden niet... Op dit moment heeft het denk ik helemaal geen sterren. Nee. Maar met de Mailandjes erbij, dan beginnen we al zonder te kijken. Alleen de ster van Martien zit er af en toe in, toch? Of kan die net niet, vind je deze opmerking? Ik laat hem aan jou. Okay. Ik laat hem aan jou. Hoe dan ook, als de Mailandjes hebben, we beginnen blind bij 3 sterren. Maar ga er maar vanuit dat dit een beetje 4 sterren niveau wordt. Wordt hartstikke leuk. Om daar gewoon eens een keer een nachtje te slapen. Ja, dus aparte voor kamers, iedereen te boeken. Aparte kamers, zeker. Nou, als het af is het te boeken. Nou, ik denk dat wij daar nog wel een house tour kunnen doen. Dat kun jij wel regelen. Dat kan ik zeker. Wordt hilarisch volgens mij met onze Martien. Ja, wordt heel leuk. Stond te koop voor 1,5 miljoen euro. Martien en Erika, goede zaken. Mensen hebben een ton van afgepraat. 1,4 miljoen euro. Hapsakee, toch nog wel 1,4. Ja, zonder meer. Maar nogmaals, Noordwijk is duur. Hè? En Noordwijk, dat is niet voor niets duur. Want dat wordt de Garden of Amsterdam genoemd. Ja. Wij verkopen op dit moment een project. Ik moet het toch eventjes vertellen. Residans van Oranje, naast de oude hotels van Oranje. Die ook op dit moment volledig nieuw. 5 sterren plus de luxe. Kan Mark dat vinden, denk je, online? Dat hij even een fotootje erbij zet? Residans van Oranje.nl. Een afsluiter, stel ik voor. Lijkt mij toch wel heel leuk. En dan gaan we even naar het buitenland. Dat is nummer 3, Floris, van de rubriek Opmerkelijk, die ik je heb gemaild. Ja. Start spreading the news. I'm leaving today. En iedereen weet over welke plaats ik het nu heb. New York. Ja. Daar hebben we, niet geheel toevallig, bij Christie's International Real Estate. Ja, je gaat nu even, voor de kijkers, mensen, we gaan even internationaal. We gaan even internationaal. Dat is ook wel leuk om we even te weten. We gaan naar New York, zoals gezegd. Kijk. Daar hebben we op een van de allerbeste plekken, aan Central Park, hebben we een penthouse te koop.
Dat is natuurlijk niet gratis als je daar wil wonen. New York is sowieso een van de duurste steden ter wereld. En het gedeelte rondom Central Park, ja, dat is natuurlijk de best of de best. Best, ja. Daar wonen alleen maar de celebrities. Foto 1, het is fantastisch. Ja, het kost het bescheiden bedrag, ben ik een dikke knipoog, van $250 miljoen. Kijk eens hoe mooi als je door die foto's heen... Dus hoge muren alleen al op deze hoogte is helemaal uniek, hè? Prachtig. Nee, ik vind het fantastisch. Als ik het zou kunnen betalen, kocht ik het in een seconde. Vroeger moest je miljonair zijn, maar tegenwoordig moet je miljardair zijn. Ja, dat... Maar dit is natuurlijk het summum. Uniek, hè? Hoeveel vierkante meter? Of square meters? Of square feet. Nou, we hebben 17.500 square feet. En dat moet je eigenlijk delen door 10. Dus stel je nou voor dat je een penthouse hebt aan Central Park in New York van 1750 vierkante meter. Ja, dat is wel serieus. En dan komt er ook nog eens een keer een terras van 140, 150 vierkante meter bij. Nou, daar moet je niet van afvallen, want dan is het gelijk klaar, denk ik. Hè? Ja, maar als het dan toch moet gebeuren, dan is dat beter dan in het Tietje Extra Deel, toch? Dat je van de fiets, valt of tussen de tramrails. Ja, ja, ja. Als je een tramrail zou hebben in Tietje Extra. Dat is ook in de avond, hè, met die schevering. Fantastisch. Ja, dat noemen we altijd. Onze fotograaf die in Nederland voor Christie's fotografeert, Michael van Oosten, die noemt dat altijd de golden hour. En als de mensen willen wegdromen met deze plaatjes, dan gaan ze naar christiesrealestate.com? Of christiesrealestate.com. Of je gaat naar de Nederlandse site r365.nl. Even een ping-ping geluidje eronder, dat we het een beetje lol maken. Nou, lessen zijn we alweer aan het einde van deze aflevering 3. Mensen, we hebben dus tegenwoordig een Instagram-pagina, Funafun, met 2 underscores. We zitten al boven de 300 en dat binnen een week. Vond best aardig. Zeker. Maar we moeten natuurlijk naar minimaal 3000. 3000 minimaal. Het liefst binnen de week zelfs. Vond je het nou een leuke video? Doe dan even je duimpje omhoog. Abonneer je ook even op het kanaal, zodat je geen video meer hoeft te missen. En laat het achter die commands. Zit er nog een prijsvraging met die poepkoffie? De rich koffie? De rich exclusive koffie? Van Richard regelt dat. Die komt er denk ik zelf brengen. En tot aflevering 4. Zo is dat. Mijn naam is Leslie de Ruiter. En ik verkoop mooie huizen. En ik ben Floris. En ik kijk ernaar.